Ja, ik krijg dus veel verzoekjes. Ja, van mensen die zeggen: Harry, waarom zeg jij niks meer over voetbal de laatste tijd? Ja, ja, vrienden, wat moet ik zeggen over voetbal? Ik bedoel, er zijn zoveel voetbalpraatprogramma's tegenwoordig op tv. Ja, is het niet Rondo, dan is het wel voetbalpraat, dan is het wel VTBL top. Ja, dik in orde en weg ermee. En die bij Veronica is er eentje. En ze hebben ze nog bij de NOS eentje. Studio Voetbal, nou kortom. Er wordt zoveel over voetbal gepraat, dat ik dacht bij mezelf, nou, daar ga ik even niks meer over zeggen. Maar ik kan het toch even niet laten om toch even die zaak met Anthony. Ja, want iedereen heeft het over Anthony. En dat is maar constant in het nieuws. En mensen hebben er allemaal een mening over. En die zeggen van ja, die Anthony, die deugt niet en dit en dat. Maar vrienden, onze Anthony Mateos dos Santos, want zo heet hij voluit. Ja, hoe is dat nou gegaan? Kijk, ik denk gewoon te weten hoe dat zit. Want in de voetballerij gaat het meestal altijd op dezelfde manier. En ik loop iets te lang mee om te weten hoe dat ongeveer gegaan is. Kijk, die Anthony die komt dan uit Brazilië en die koopt Ajax dan voor 30 miljoen of 28 of weet ik veel wat. En dat was toen al een redelijk recordbedrag voor Ajax. Maar die weten ook van, oké, als wij hem 2 jaar houden, dat heeft die Mark Overmars, die had dat natuurlijk al lang in zijn kopje zitten. En die Mark Overmars, die heeft natuurlijk, en daar zit hij vrienden, die heeft natuurlijk tegen deze Anthony gezegd en zijn zaakwaarnemers. Hey, 2 jaar en na 2 jaar, zit, dan mag jij weg. Ja, dan gaan we je verkopen. Jij tekent bij ons keurig voor 5 jaar en na 2 jaar mag jij weg. En dan vangen wij aardig wat poen en jij wordt er ook veel beter van. Kortom, win-win voor iedereen en voor alles. Nou, en zo is dat afgesproken natuurlijk. En daar komt hij dus mee. Onze vriend Anthony, die zegt nu gewoon van ja, hallo, dat hebben we zo afgesproken. Ja, 2 jaar, 2, meer niet. En dan ga je weg. Maar dan komt het hele geval. Dan komt Manchester United. En dan wil Ajax, die wil gewoon de hele volle buit. Die wil gewoon meer. Want hij zegt natuurlijk, luister, je hebt met 30 voor mij betaald, of weet ik veel. En je kan er nu 80 krijgen. Dus laten we het daarvoor doen. Nee, zegt Ajax, wij willen meer. En toen werd het 90 en toen was het nog niet genoeg. En nou is het 100 of weet ik veel wat. Uiteindelijk gaat het dan wel door natuurlijk. Want Manchester United die wil hem gewoon hebben en Ten Hag. Maar, ja, en hij werd daar natuurlijk heel erg narig over, die Anthony. En dat snap ik. Ik begrijp dat wel, want die afspraken zijn gewoon gemaakt. En Ajax, die wilde gewoon helemaal tot het uiterste gaan. Terwijl hij dacht van, nou ja, 80 is toch mooi. Dan heb je 50 aan mij verdiend en klaar is Kees. Of 60. Nee, Ajax wil 70 verdienen aan hem. En nu is iedereen zo van, ja, die Anthony en dit en dat en vervelende Braziliaan. En zorg maar dat je hem kwijtraakt, liever kwijt dan rijk, die. Nee, vrienden, zo kijk ik er niet tegenaan. Nee, ik denk, al met al, ja, dat Overmars had al eerder moeten bellen naar Huntelaar en zeggen, ja, ik heb die afspraak met hem gemaakt, 2 jaar. En dan, hup, voor een redelijk bedrag weg. Dus ik zeg, Anthony heeft gelijk.